Iedere chef gruwt van verspilling. Goed voedsel dat in de afvalbak verdwijnt, kost onnodig veel geld en gaat in tegen de liefde voor producten. Maar waar vindt de verspilling eigenlijk plaats? 70% van de voedselverspilling vindt plaats nog voor het op het bord terechtkomt. Neem bijvoorbeeld de aardappel. Een aardappelrooimachine oogst alleen de grote aardappels. Daardoor belandt ongeveer 30% van de aardappelen in de afvalbak. Van de totale hoeveelheid beschikbaar voedsel in Europa gaat in de landbouw zo'n 10% verloren. Als we al het verspilde voedsel niet zouden verbouwen, dan zouden we 1,4 miljard hectare landbouw minder nodig hebben. Dat is ongeveer anderhalf keer de oppervlakte van de Verenigde Staten. Bij transport gaat nog eens 3% verloren. Wereldwijd bedraagt alle waste rond de 30% voor granen, 40 à 50% voor groenten, 20% voor vlees en zuivel en 35% voor vis. In totaal verliezen Europa en Noord-Amerika bij productie, verwerking en transport 290 kilogram voedsel per persoon per jaar. Voordat de producten in de winkels belanden, wordt wereldwijd al bijna 400 miljard dollar aan voedsel verloren. Dat is dus al voor een aardappel of brood in het schap ligt. Voordat de producten in de horecakeukens terechtkomen, is er al 70% verloren. Daarna verdwijnen er nog 80 miljoen borden goed voedsel in de groenbak. Aan het einde van de keten is 30% van de totale voedselproductie waste geworden. Benieuwd wat jij eraan kan doen? Kijk dan de volgende video.